Да. Ах. Weet je hoe dat iemand heet? Ik zie dat vraag in de chat. Hoe ze heet die echt voor Fortnite Pro? En hij speelt GTA, bedoel ik. Ja, echt, net heette zo iemand. Die heet serieus goed. Wat is mijn neef? Ja. En dan. Ja, ik doe het mis. Oh. Ja, dat is die. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, ja, ik weet niet. Bij zo'n soort. Ja, ik heb even. Je hebt daar in de buurt. Daar rechts, wat rechts meer boven daarvan ligt een arcade daarvan. En daar ietsje. Ja, in de buurt ligt een clubhuis. Die is. Een nachtclub. En die is 864,000. Ik weet echt hoe je het uitspreekt. Maar 800. 64. Ja, ik weet niet hoe het is. Ja, zo. Oh, en er is nog een goede koper. Die is 792. Die ligt boven. Hoezo bij de duurste? Ja, dus ga je die kopen. Ja. Maar die legt gewoon wat je dan allemaal vraagt. Alleen echt, ik vraag me gewoon echt af wat je met. Weet je wel dat ze trouwens. Wat heb ik voor een keer een andere keer. Weet je wel dat ze eigenlijk de volgende GTA moeten doen? In welke plek? São Paulo. Terwijl dat is in Brazilië. Dat is echt de drugsdealplek. Dat is echt het criminele land en alles. En dat meen ik echt. Want. Nee, maar daar moest ik een. Daar dacht ik een keer aan. Gewoon omdat. Want dat. Oh, echt. Ja. Maar wat heb je trouwens een anders nog? Heb je al eigenlijk ook wel zo een andere opslag? Wat je. Terwijl, ja, ik weet even. Ik bedoel bij Arena hè? En daar zo'n purse. Oh ja, zo'n Perkins workshop heb je al, hè? Je weet dat. Ja, die had je bij Arena War. En dan heb je daar aan het eerste plaatje op zo'n Perkins workshop. Dat is waar je die auto zat opslaan. Die heb je al. Ja, maar volgens mij is het zo in toch, als je zegt.
Ja, dat is toch zo in ding. Dus waar je jouw auto's voor opslaat. Ja, ik weet niet. Ik bedenk niet toch, dat is denk ik, misschien weet misschien kun je een hele vette, misschien kun je een goede auto of zo. Ja, dan moet je echt. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen een bunker en zo'n ander ding? Of je kunt ook gewoon ook zo facilitate. Dan kun je ook. Ja, ik denk dat dat nog leuker is. Dan kun je ook. Ja, vettere missies. Dat kan ook. Ja, heb je nu een missie gestart? Ja, als jij nou gewoon even rijdt. Oh ja. Zo. Ik weet nog niet alles genoeg. Mijn SMG heeft gedaan en mijn shotgun. Ja, dat heb ik ooit gehoord, dat is wel heel goed. Ja. Maar waar toch mis kun je dan bij die facilit, of hoe dat je dat noemt? Maar waar ik zo mis, kun je dan bij die in het ding komen. Bij die facilities of zo. En wat is af? En wat kun je dan eigenlijk met die bunkers? Heb je daar eigenlijk iets aan? Wat zou je daar eigenlijk mee kunnen? Wat kun je dan? Oh, ik heb nu 5000 euro. Okay. Ja, als je nou even zegt hoe dat moet. Ik heb alweer even sowieso. GTA.
wapen. Ja. Dit is die heeft echt nice wielen. Die heeft echt met die wieltoppen en vooral die kleuren ook nog. Oké, wel, ik kijk even. Oké, de eerste staat ergens iemand met gewoon een auto logo. Bij de buurt, bij ding. Bij dus, ja. Alleen die staat. Oh. Was dat die, ja, dat is een. Ja. Maar ik wil. Oké, dit lijkt nou dat hij gewoon AFK staat. Dave, zie je die autootje daar? Het lijkt nou dat hij gewoon AFK staat. Nee, ik denk dat hij gewoon AFK is. Alleen die. Ja, maar ik zeg gewoon even omdat. Oh. Goed vak. Nou, hoe doe je dat? Waar doe je dat? Waar weer? Bij internet, hè? Ja. 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 Oh, en dan. Ja. Kan ik niet. Nee. Okay, let's get it ready to ship. Oh, okay. Look at that finish. En weet je wat er eigenlijk ook een stom is? Gewoon die fietsen, je weet wel. Die fietsjes. Ja, maar je weet toch wel gewoon die fietsen, die fietsjes. Die, echt, die gebruiken, die kopen maar echt bijna niemand. Ja, je weet wel, bijvoorbeeld bij
pedal metal. Ja. Die koopt even maar bijna niemand. Nu zit er al 17 in. Waarom staan er eigenlijk achter sommige mensen gewoon? Ja, bijvoorbeeld bij eentje daar staat, bij jou staat C-H-E-L. Wat bedoelen ze daarmee? Ja, die kortere blokjes achter sommige naam. En dan zie je ook achter eentje staan Fortnite Pro. Echt, dan vraag ik me af waarom we heet je wijs van schip, ja. Oh, ik heb We good? Ik heb bij deze uit de bad, zo'n VT Wing van Spoiler. Of gewoon die ene. Ik heb best wel vet om dat te gaan. Nee, ik heb dat niet gedaan. Ja, ik vind dat hierbij een beetje raar uit. Niet dat die guys in. Het was gewoon vet als het gewoon het volgende GTA seizoen in Rikau. In Brazilië. Dat was echt zo'n criminele plek. Ik heb met we have weer en ja, ik denk dat ik weet welke auto.